Hallo jongens, wat een gloednieuwe video. Vandaag is er een nieuwe nonsense vlog. Heel lang geleden sinds ik een nonsense vlog heb gemaakt. Uiteraard gaan we hier weer heen. Deze plek. Dus ja. Fucking hoge gras hier. Ik had zien, zo hoog komt het. Jezus. Dat is hier gras. Steekt ook heel veel uit aan hier. Dus hier kan komen zonder verder dieven. Je ziet hier zitten van die hoopjes. Steekt super ver uit die ook. Dat moet goed aan. Holy shit, hier is het echt hoog. Kijk dan. Fuck. Oh god, zit er nog op mij aan. Fuck jongens, hier is het echt super hoog. Kijk dan. Fucking hell, ze hebben hier al lang niet meer gemaakt. Toen ik de laatste video maakte met de sudden incline was die nog een stuk kleiner. Gras. Hier is de buis. Wacht tot die kinderen weer gaan. Wanneer gaan ze weg? Die met telefoon. Dikke hardstyle. Dat was een kick. Nog even over dit gebeuren wat er is. De school is nu alweer open. Nice. Maar in ieder geval hier in Nederland lijkt het erop dat het een beetje weg is gegaan. Waar heb ik het over? Ik heb het op de coronavirus. In ieder geval hier in Nederland lijkt het erop dat het wat minder wordt. Minder infecties en dat soort dingen. Scherp te testen mijn camera hier ook. Maar die kinderen gaan niet weg, dus ik kan daar geen vlog maken. Ik ga wel naar de andere leuke spots toe. Kijk, ik een leuk filmpje kan maken. Ik zie hier niet echt een filmspot of zoiets. Hier is een drop-test spot normaal gesproken. Die effectvideo's waren wel op zich wel leuk.
Een beetje dom, een beetje gimmicky. Op zich wel leuk. Het zit aan de pomp geplakt. Fuck. Zo jongens, ik had er niet voor focus. Sorry. Niet boos worden dat ik de camera niet gefocust heb. Een LCD. Scherm. Kapot geslagen display. Van wie zou die nou zijn? Dat weten we allemaal van wie die is. Een man. Bootzak naar fucking hell. Kijk jongens, alles is je godverdomme vergemaakt. Al die gras. Balk hier. Oh god, ik ben zo verdiept. Hier is gras gemaakt ook. Ik wil wel verder gaan. Bang dat ik gespot word. Oh. Oh. Ik moet wachten tot dit er dan. Dan kunnen we daar misschien wel even heen. Of is dit? Oh mijn god, kapotte telefoon. Een stukje Huawei, wat er van over is. Ik kan me herinneren dat je allemaal. Alles wat ik ooit heb neergegooid is allemaal weg. Dat is de shit. Wat de heck? TV Fonds. Allemaal weg. Wat is dit hier jongens? Dit is een soort telefoon. Kijk wat voor soort dit is misschien. Van achterhalen. Oh, het zitten beestjes in. Dat valt niet meer te zien. Valt niet achterhalen. Het volgende. Nog een stukje. Een telefoon kan niet zien wat voor een. Dit is zeker wel een telefoon. Dan niet. Ik zie hier iets. Dat is niks meer. Het is allemaal vergaan jongens, wat de heck. Het is allemaal vergaan, hier is iets. Dit lijkt op een
Holy shit, hij is heel even gegaan, maar het lijkt een beetje op een... Weet je, nou, ik weet wel, een hoekje achter iets. Ik denk dat het haast een oude Nokia is. Hier kun je de toetsen zien en dat zit dan een display, denk ik. Alleen, hij is zo verrot. Je kan niet echt zien wat het is of zo. Hier, de achterkant is compleet weg. Het display is te vervaagd om echt te kunnen zien wat dat is. Dat is onze eerste vondst. Oh, kijk. Twee verrotte batterijen. Fucking hell, die zitten vast in de hout geslagen. Oké. Oh, dit lijkt wel op camera. Oh, dat is de camera van heel even Siemens telefoon. Amazing. Die zag niet zo heel slecht uit. Dit dan? Want dof. Ik weet niet wat dit is. Het wordt niet helemaal verrot. Wat de heck? Even kijken. Dat is niks. Ik zie niet echt zoveel meer, jongens. Dat is niet. Een stressigend één is een beetje gefaald. We hebben één camera gevonden. En één vervaagd en verrotte telefoon. Verder hebben we niet zoveel gevonden. Dus ik zie jullie later wel weer. Doei!